En in de praktijk worden vaders niet in de bloemetjes gezet. Dit is de mening van een Surinaamse man als hem wordt gevraagd wat hij van Vaderdag vindt. Wij spraken hem in verband met onze ATV Vaderdagserie. Hij zegt dat vaders meestal vergeten worden en dat zij in bepaalde gevallen niet gewaardeerd worden. Hij ziet graag dat er verandering daarin komt, omdat vaders het hoofd van het gezin zijn. Kostwinner, you know, behoeder van de familie. En ja, weet, hij doet alles voor de familie natuurlijk. Vaders moeten natuurlijk hun gezin altijd steunen. Alles zorgen, dus voor alles zorgen dat men niks tekort komt. En natuurlijk, hij moet een voorbeeld zijn voor de kinderen. En ja, voorbeeld voor de familie. Een andere vader gaf aan dat vaders soms in moeilijke situaties terechtkomen. Bijvoorbeeld als zij geen relatie meer hebben met de moeder van hun kinderen, willen die soms niet dat de vaders contact hebben met de kinderen. Als je bekijkt in de samenleving, stel dat een eenoudersgezinnen, de moeder is apart, de vader is apart, heb je vaak genoeg dat er een wrijving ontstaat, de kinderen mogen niet bij de vader, vandaar. Vooral mensen in deze situatie die u net heeft aangekaart, wat is uw boodschap naar deze mannen? Dat ze hun plicht vervullen natuurlijk. Het kind heeft niet gevraagd om te komen. Toen er plezier werd gemaakt, dachten ze misschien niet eraan. Maar ik vind dat ze hun rol, hun plicht, beter moeten vervullen. Want de kinderen kijken ook naar ze op. En daarnaast een boodschap aan alle vaders? Ja, alle vaders. Dat ze hun rol, die ze goed vervullen, de beste vaders, dat ze zo doorgaan en ook andere vaders, bij wie ze zien dat het een beetje misgaat, ook die proberen te krijgen op het rechte pad. Vaderdag wordt morgen 19 juni herdacht. ATV wenst alle vaders en zij die de rol van vader vervullen een prettige vaderdag toe.